Dit is Hart van Nederland. In deze uitzending, Kluivert moet zich voor rechter verantwoorden voor dodelijke aanrijding. Zwavelzuur vrijgekomen na aanrijding tussen vrachtwagens. Er is één zwaar gewonden, in eerste instantie een vrachtwagen met zwavelzuur. De meneer is inmiddels overleden, zit zwaar beknald in zijn voertuig. Gevangenen in hongerstaking uit protest tegen uitblijven TBS-behandeling. Ik ga net zo lang doen totdat ik sterf. Goedenavond. Patrick Kluivert moet voor de rechter verschijnen. Het is 22:30, rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland. In deze uitzending, nieuwe woningen in Hoge Zand moeten wijken voor verkeersweg. Bewoners weigeren zich bij de gemeenteplannen neer te leggen. Zwaar verkeersongeluk bij Drachten kost 1 persoon het leven. 2 anderen raken zwaar gewond. En in shownieuws, Frank Sanders beëindigt theatercarrière en begint musicalopleiding. Goedenavond. Een verkeersongeval op een provinciale weg in Friesland heeft vanmiddag het leven gekost aan 1 automobilist. Half 11, rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland. De speurtocht naar de vermiste Ronnie de Roo is ten einde. De Belgische Rijkswacht heeft zijn stoffelijk overschot gevonden in de haven van Antwerpen. De politie in Zevenbergen ontdekt per toeval een groot wapenarsenaal. En een nieuwe campagne moet winkelpersoneel beter leren omgaan met overvallers. Goedenavond. Het stoffelijk overschot van de 16-jarige Ronnie de Roo uit Tilburg is gevonden in de haven van Antwerpen. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, Hart van Nederland. Met vandaag fatale schietpartij in Groningen. Politie schiet messentrekker dood. De bietencampagne maakt de wegen spekglad. Een taxibusje met 8 inzittenden raakt in de slip en vliegt tegen een boom. En duizenden honden en katten wachten in het asiel op een nieuw baasje. Maak met Dierendag de asiels leeg, vraagt de dierenbescherming. Goedenavond. Een fatale schietpartij in Groningen. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Politie stuit tijdens inval in woning op honderden kilo's levensgevaarlijk vuurwerk. Nachtmerrie voor 2 Nederlandse hulpverleners in Roemenië voorbij. Het tweetal mocht maandenlang het land niet verlaten na een verkeersongeval. En in shownieuws. Friso Wiegersma ontvangt uit handen van Willem Nijholt het eerste exemplaar van zijn veelbesproken boek Telkens weer het dorp. Hart van Nederland met Milika Peterson. Dames en heren, goedenavond. Zo'n 500 kilo levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Excuses, het licht ging even uit. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag, Franse politie opent jacht op pyromanen. Hoewel de ergste bosbranden onder controle lijken, twijfelen veel vakantiegangers of ze wel moeten blijven. Na de varkens en de vogelpest worden nu ook bijen door een dodelijke ziekte bedreigd. Van 1 imker zijn er al 100.000 vergast. En dat vakantieliefdes niet altijd roze geur en maneschijn zijn, bewijst Monique Kraai wel. Zwanger van een tweeling werkt ze dag en nacht om haar Turkse vriend naar Nederland te halen. Dit is Hart van Nederland met Selma van Dijk. Goedenavond. De bosbranden in Zuid-Frankrijk dwingen veel Nederlanders de streek te ontvluchten. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag. Wie durft er nog naar Frankrijk? Nederlandse reizigers kunnen maar beter thuis blijven, want bijna alle steden worden door rellen geteisterd. De tragische dood van baby Ricardo 2 dagen na zijn geboorte. Een zeldzame complicatie, zegt het ziekenhuis. Een blunder volgens de moeder. En even samen een traantje wegpinken. Na 21 jaar trouwendienst maakt de Zonnebloem zijn allerlaatste reisje langs de Rijn. Dit is Hart van Nederland met Maureen Dutois en Marleen Saopala. Goedenavond. Een ernstig ongeval op de A15 bij Gorkum is een 24-jarige vrachtwagenchauffeur vanochtend fataal geworden.
Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag chaos en ellende op de snelwegen rond Utrecht. Door wegwerkzaamheden en ongeluk is de stad per auto bijna onbereikbaar. Droomvakantie op tropisch eiland verandert in een nachtmerrie. Een echtpaar uit Pijnakker wordt vals beschuldigd van drugssmokkel en belandt in de cel. En wie is de allerleukste hond van Nederland? Is het Rasha, misschien wel Murdoch of mag toch Bono met de eretitel naar huis? Hart van Nederland met Silly D'Artel en Milika Peterson. Dames en heren, goedenavond. Opnieuw heeft het verkeer rond Utrecht lange tijd muurvast gestaan. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vanavond de ouders van 6 kinderen die 32 jaar geleden onverklaarbare botbreuken opliepen in een Rotterdams ziekenhuis, willen alsnog opheldering over de zaak. Niet alle zorgverzekeraars realiseren zich hoe kostenbesparend een hulpbond kan zijn. Per jaar kan een gehandicapte meer dan 8000 euro besparen op andere zorgkosten. En ze is nog maar 7 jaar oud, maar vandaag werd Sarina als een echte heldin gehuldigd. Door snel te reageren redden ze haar vriendinnetje Jennifer toen ze uit een boom viel. Dit is Hart van Nederland met Silly D'Artel en Selma van Dijk. Dames en heren, goedenavond. 6 ouders eisen van het Zuiderziekenhuis en de politie Rotterdam. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag heftige emoties bij Kenisse na zeer waarschijnlijke vondst Farida. Hoge boete voor het gooien van een klokhuis uit een auto. En het is u vast niet ontgaan. Het is vandaag 11-11-2011. Dit is Hart van Nederland met Evelien de Bruin. Dames en heren, goedenavond. Verslagenheid, boosheid en verdriet in Spijkenisse. Storm, kou en hagel. Koning Winter regeert. Steeds meer armoede in Nederland. Sint is nog maar net weg of we verkeren alweer in kerstsferen. Hart van Nederland met Maureen Dutois en Marleen Sahupala. Dames en heren, een hele goede avond. Het winterweer heeft vandaag voor flink wat blikschade. Facebookmoord was al een maand van tevoren gepland. De rechtszaak tegen de 15-jarige verdachte is vandaag gestart. Honderden kakkerlakken aan de wandel in een woonwijk in Etten-Leur. De verdelging is in volle gang. Maar waar het ongedierte vandaan komt, is er één groot mysterie. Een blijdschap om droomtransfer in Doetinchem. Na Robin van Persie gaat hun Alexander Butner ook naar het grote Manchester United. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Een jaar jeugddetentie en 2 jaar jeugd TBS. Dat is de eis tegen de 15-jarige Jinhua K. die vandaag terecht stond voor de moord. Nog geen oplossing voor Sietse van der Vee. Amersfoort wil de veroordeelde pedoseksueel naar een andere locatie verplaatsen, maar hij werkt niet mee. Door een nieuwe wet kunnen transgenders veel gemakkelijker van geslacht veranderen. En 6 Hollandse leeuwen beginnen een nieuw leven in Zuid-Afrika. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Veroordeeld pedoseksueel. Een dronken automobilist veroorzaakt deze ravage in Enschede. De bewoners liggen te slapen als de auto hun huis binnenrijdt. De bijna 100-jarige mevrouw Hoekman wordt in haar eigen woning overvallen door 2 vrouwen. Ze raakt zelfs met haar belagers in gevecht. En deze engert wil je liever niet in je huiskamer hebben. Maar hier in Zoetermeer zit hij ineens onder de bak. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met Sandra Schuurhof en Mirella van Marcus. Goedenavond. Een tragisch ongeluk op het Utrechtse bedrijventerrein Papendorp. Vandaag in Nederland wordt een zoon in Hengelo ervan verdacht zowel zijn vader als zijn moeder te hebben gedood.
geeft de vader van het Ruinerwoldse gezin op internet een bizar inkijkje in zijn leven. En maken inwoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam zich grote zorgen nu hun huizen worden gesloopt. Gaat hem in de bed en je staat ermee op. Maandag 21 oktober, dit is Hart van Nederland. Met Marleen Saupala en Gerlien van Vissen. Goedenavond. Nog de hele avond heeft de technische recherche onderzoek gedaan bij het huis in het Gelderse Hengelo. Nu in Hart van Nederland. Wil de moeder van Orlando Boldewijn antwoorden van de man die haar zoon zou hebben laten verdrinken? Papa, ben je niks meer dan een grote gewetenloze leugenaar die alleen maar aan zijn eigen belang denkt? Zit de schrik in Hedel er goed in na een vermoedelijke aanslag op een medewerker van een groot bedrijf? Gaat veel te ver. En krijgen leerlingen in Hengelo met spoed hun diploma? Een heel goede avond. Hoe kan het dat de 17-jarige Orlando Boldewijn in het ijskoude water voor zijn leven vocht?